Toeristen uit het Midden-Oosten komen massaal naar Bosnië. Ze voelen zich daar thuis, omdat het land voor de helft uit moslims bestaat. En met de toeristen komen ook de rijke Arabische investeerders. Sheikh Al-Qassimi uit de Verenigde Arabische Emiraten is de grote man achter amusementspark Sunnyland. Hij stak 8 miljoen euro in een rodelbaan met uitzicht over Sarajevo. Before 3 years, starting Arab coming as a tourist more and more to Bosnia. I'm sure they are coming because there's nobody, nothing place to go in Bosnia, only this Sunnyland. I'm lucky. Hij ziet een opkomende markt voor de gewone Arabische toerist in Bosnië. Lekker rodelen voor een habbekrats. Arabische toeristen komen voor vakantiepret, het aangename weer en de cultuur. Bosnië bestaat voor de helft uit moslims. Dat komt zo omdat Bosnië ooit tot het Turkse Rijk behoorde. Buitenlandse investeerders mogen ook land kopen. Zakenman Al-Kandiri uit Kuwait heeft een vakantiepark gebouwd om te wonen, wandelen en waterfietsen. Voor de Arabische toerist is Bosnië spotgoedkoop. De investeerders hopen dat massatoerisme uit Arabische landen mogelijk wordt. De gewone Arabier moet zich in Bosnië thuis voelen. Arabische investeringen in Europa, wennen maar aan. Your investment will give you a part ownership of a hotel and 9 restaurants. Try to plant flowers, not bombs. Bosnië heeft het geld uit Arabische investeringen hard nodig. Maar er is ook kritiek. Corrupte ambtenaren zouden een oogje dichtknijpen als Arabieren te hoog, te laag of illegaal bouwen. Tot woede van lokale politici. This is one kind of the buildings that have been built without any plan documentation. Maar de Bosnische makelaars zijn blij met de komst van de Arabieren. Volop werk aan de winkel. They are staying here also. Before it was not like this. Now they are buying and they are staying. They are making family here. Te beginnen met een vakantie om Bosnië te ontdekken. Deze vakantiefoto gaat mee naar huis, naar Saoedi-Arabië.